Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft tot 25 september zijn poorten geopend voor Papua-kunst uit geheel Nieuw-Guinea. Dat wil zeggen, zowel uit het tegenwoordige West-Irian als uit het nog onder Australisch gezag staande gedeelte. Monumentale producten van hoogontwikkelde houtsnijkunst zijn de bishpalen van de Asmat-Papua's aan de Zuidwestkust. Zij bestaan uit een tweetal mensenfiguren boven elkaar die gestorven verwanten uitbeelden. Een eveneens uit hout gesneden mensenfiguurtje afkomstig van de Noordkust. Ook bij de gebruiksvoorwerpen die dikwijls zijn versierd met diermotieven of religieuze elementen zoals geboorte en dood, komt de eigen stijl die elk stamgebied op het eiland kenmerkt naar voren. De felle zeggingskracht van deze kunst doet ons betreuren dat de Papua in aanraking is gekomen met de westerse beschaving, waardoor zijn zo oorspronkelijk kunstenaarschap gedoemd is te verdwijnen. Zulk een Eharu-masker met op het hoofd bijvoorbeeld een totemvogel mag door iedereen gedragen worden, in tegenstelling tot dit masker met mensenhaar dat een mythische voorouderfiguur voorstelt. Uit het Mimica-gebied is deze trom met als handvat een uitbeelding van een voorouder wiens lichaam na de dood overblijft als een holle ruimte zonder geest. Een rituele boot met zittende figuren is eveneens een van de vele uitingen van de boeiende Papua-kunst.